Deze video wordt u aangeboden door De Jong, kracht van ambacht. Waarom helemaal hier naartoe? Omdat het gewoon helemaal vet is. Helemaal vet? Ja. Ga een frietje halen dan. Dat heb ik al gehaald. Wordt er uitgezonden trouwens? Nieuw dit jaar is hier achter mij de Zero Stage. En zoals de naam al doet vermoeden, artiesten en optredens uit de Zero's op een extra podium. Dat is wonderbaar! Martin, 4 jaar geleden stond je nog op een 90s podium. Nu ben je verhuisd en is naar de Zero's. Wat is er met je muziek gebeurd? Nou, dat Clubheads muziek is natuurlijk van begin jaren 90 tot halverwege Zero's. Ja, dus we kunnen allebei. In het begin heb ik ook zelf als solo Boosie Woosie een aantal grote hits gehad, 2002. Dus ja, dat is wel mooi. Maar met Clubheads in beide eigenlijk, in eind jaren 90 en in begin Zero's. Maar ja, leuk dat het er ook bij zit nu. Jij wil beroemd worden? Nee, niet beroemd, ontdekt. Alsjeblieft. Hoe heb je het vandaag hier? Ja, leuk, gezellig. Ja. Doe je ook wel eens aan partnerruil? Nee, nee, helaas. Goed gedaan? Nee. Dus ik was... Ben jij de Bob? Ja, nee, dus hoeveel heb je op? De Nul. Bob. Hoe ik het deed? Nou, ik doe het altijd goed. Daar zijn de mensen, hallo. Hallo. Ja. Als ik het moet samenvatten. Ja? Jij hebt 2 hele mooie pluspunten. Hardcore vibes that are on tins, hey, yeah. Hardcore vibes that are on tins, hey, yeah. This one is dedicated to all the ravers in the nation. Wat doe je met zo'n bal? Gewoon teruggooien, kijk. Schade Duitsland, alles is voorbij. Moet ik dat halen? Boef! Het fantastische aan dit jaar is dat ze een invalide toilet hebben. Joep, je eigen podium na al die jaren. Ja, heel gaaf toch? Eerste keer Zero's, dus ja, ik denk dat Tilburg wel klaar voor was. De Zero's zie je op steeds meer 90 festivals langzaamaan bijgetrokken worden. Waarom is dat, denk je? Ja, het publiek wordt ook steeds jonger natuurlijk. En die hebben de 90's niet helemaal meegemaakt. En 90's blijft gewoon het mooiste wat er is, vind ik zelf. Maar ja, je moet natuurlijk ook al een doorstapje maken naar de Zero's. Ja, dit smaakt naar meer volgend jaar, dat hoor ik al wel. Ja, ik hoop het wel. Ik hoop dat ze nog een jaar gaan doen zo. Voor mij mag het nog een paar jaar doorgaan. De Party Animals sinds de 90's, dat ze groot waren, een aantal keren van persoon zijn verwisseld, dat is al wel duidelijk. Maar jij bent ook sinds kort bij de groep. Ik ben al sinds klein ben ik al een fan. Ik zag het vroeger op TMF. Ik heb het allemaal een beetje meegekregen. En nu heb ik de gelegenheid gekregen om zelf mee te doen met de jongens. Ik vind het geweldig. Hoe kunnen jullie de komende jaren, want ik neem aan dat jullie volgend jaar er gewoon weer bij zijn, ook toch vernieuwend blijven? Ik denk dat de Party Animals gewoon een concept heeft waar ze gaan vast moeten houden. En dat doen ze al jaren en het gaat al heel veel jaren goed. Want je ziet, er is nog steeds een publiek. Er zijn nog steeds mensen die het leuk vinden. En zolang mensen het leuk vinden, dan blijven wij gewoon doen wat we doen. Heren, er zijn geen benoemenswaardige bijzonderheden te vermelden. Voor ons niet. Nou, dat is fijn om te horen. Kortom weer een goed verlopen editie van Back to the 90's. Wellicht tot volgend jaar.